kleinste appartement van de Rotterdam. 60 vierkante meter, twee kamers. En we hebben eigenlijk onszelf uitgedaagd om hier een vijfkamer appartement van te maken. We zijn in Nederland natuurlijk gewend om te denken in kamers en vierkante meters, terwijl dat in de praktijk niet helemaal nodig is. Space Saving Furniture draagt bij aan het op meerdere manieren kunnen gebruiken van kamers. Het zijn meubels die kleine gedaanteverwisselingen ondergaan. Wat overdag een bankstel is of een werkplek, kan 's avonds een bed zijn. Hier in de woonkamer hebben we een bank waar een bed overheen uitklapt. We hebben een dressoir met stoeltjes die we aan de muur kunnen hangen. En we hebben een slaapkamer met een werkplek waar ook een bed uitklapt. En op die manier kunnen we dus op 60 vierkante meter wonen, werken, slapen, logeren en dineren. Het is natuurlijk het leukste om dat te laten zien bij een klein appartement. Wat kan je daar nou allemaal mee? Maar je kunt dus ook een groot appartement zo indelen dat je in één kamer een werkplek, een logeerplek en een kastenkamer hebt. Het is design, het moet er mooi uitzien. Het moet daarnaast ook nog comfortabel zijn en het moet goed werken. Dus het moet technisch zo innovatief en vernuftig zijn dat het met hele makkelijke handelingen omgezet kan worden.